Goedenavond. Ik zie op dit account Eugène Simon, oftewel facebook.com/Mr. Eugène Kies Simon, zie ik dat ik 3500 vrienden heb. Ik had hier een keer, hier bij mij thuis op de Valklandreef 78, in Utrecht, wijk Overvecht Noord. Eugène Simon, goedenavond. Goedenavond, meneer Simons. U spreekt met Jean-Denis. Ja. U kent mij niet, maar ik ken u van Facebook. Oh. Ik zag uw bericht en ik werd gewoon heel verdrietig en ik wilde u even bellen. Oh, nou dat vind ik heel aardig. Ik heb helaas geen 3.500 euro, maar ik kan wel iets te eten voor u brengen. Ik vind dat echt geen probleem. Oh. Nou, ik heb toevallig mijn moeder, die is 88, die zit in een verpleeg, tijdelijk in huizen. En die had 40 euro klaar liggen voor mij. Ja. Daar heb ik dus nou niks aan. Maar ik heb van mijn buurvrouw heb ik in ieder geval medicijnen gekregen. Ik heb psoriasis. Ja. Die heb ik vandaag ingesmeerd. Nou, Ik heb al een goede vrijdag alleen al door die medicijnen, zeg ik heel eerlijk. En die hoefde ik niet te betalen, want ik ben daartoe verzekerd. Die had ze bij mijn deur neergezet, de buurvrouw. Maar ze had er ook nog een tasje bij gedaan. En er zat dus een brood in. En toevallig zag ik in de koelkast dat ik nog paté had liggen. Dus ik was vergeten. Ze had ook nog een pot met oploskoffie en een pak met koffiemelk. Dus ik had mijn moeder gelijk gebeld. Ik zeg, God is onder de mensen, man. En mijn moeder lachen. Ik zeg, hoezo dan? En heb ik haar uitgelegd. Dus ik heb de hele dag alleen water. Dus ik zit nou... Ik vind, dit kan niet. Dit is niet oké. Okay. En ik weet dat u misschien er niets aan heeft, maar ik zou het heel fijn vinden als ik heb, nou, ik ben Hindoestaans. Ik kook altijd voor een leger. Dus ben ik blij dat nu ook zo is. Mag ik dat brengen? En anders ja. Vindt u het niet lekker, dan gooit het maar weg. Het maakt niet uit. Nee, eten weggooien, dat heb ik... Ja, mijn vader die heeft me altijd vroeger, toen hij nog leefde, gezegd... niet dat ik eten weggooide, maar ik bedoel... Aan tafel, toen was ik 14 of 13, toen leefde hij nog. Toen zei mijn vader altijd, je kan wel zien, hij eet als een kip zonder kop. En dan mompelde hij altijd, soms mompelde hij als het noodzakelijk was. Mompelde hij zo van, je kan wel zien dat hij de oorlog niet mee heeft gemaakt. Dat zei hij dan tegen mijn moeder. En kijk, nou zeg u van, ik ben bereid om, ik maak voor een heel leger eten. Ik ben bereid om eten te brengen. Nou, dat is met liefde en heel veel zorg en heel veel moeite. Daar hebt u boodschappen voor moeten doen en in de keuken voor moeten staan en noem maar op. Ja, ik kan alleen niet tegen pittig eten. Maar als ik het nu voor mijn neus krijg, dan begrijpt u wel dat ik het wel opeet natuurlijk. Ik krijg er hoogstens buikpijn van. Maar... ja. Nee, het is niet pittig... Meneer, ik doe altijd thee apart, dus dat doe ik er dan niet bij. Ik wacht heel even tot mijn vriend thuis is en dan... ik hoop niet dat het dan te laat voor u is, maar... Nee, kijk, voor mij... Voor de deur. Kijk, u bepaalt, u bent uw eigen... U leidt uw eigen leven. U biedt iets mij aan. Ik ontvang dat met open armen. Ik zal dat zeker ook morgen, maar ik ga nu mijn moeder niet meer bellen. Want die zal oud, als ik nu nog bel, dan denkt ze dat ik dood ben of zo, dat ik dood ga. Ach, goed. Ja, ze is niet gewend dat ik ik heb haar nog op tijd kunnen bellen. Want ik dacht, laat ik het nu maar zeggen. Want anders dan zit mijn moeder misschien zich zorgen te maken om haar zoon die geen eten en drinken heeft. Hè? Dus, ja, want heeft uw moeder dit bericht ook gelezen? Nee, mijn moeder kan niet overweg met internet. En ik heb al een paar mensen... gesproken en ik begrijp eigenlijk uit de woorden van die mensen dat ik het bericht beter niet had kunnen plaatsen. Dus misschien kan ik het beter weghalen, ik weet het niet, maar... Ik zou naar niemand luisteren. Gewoon doen wat u zelf prettig vindt.
Oh, dus kijk, ja, ik zeg heel eerlijk, ik heb me sinds 22 september 2013 heb ik op advies van andere mensen heb ik me stilgehouden over mijn malaise. Ze vonden het niet leuk als ik dat eerlijk zou publiceren. Waarschijnlijk schamen ze zich daarvoor of zo, omdat ze mij dan in laten zitten, weet ik veel wat ze voor belangen bij hebben. Maar kijk, ik ben mijn eigen baas. Sinds mijn 21ste ben ik de deur uitgezet door mijn moeder. Mijn zus ook. Wij waren te bruut. Ik hoor je niet meer. Oh. Wacht even. Ik hoorde u niet meer, sorry. Oh. Ja, nou dus ja. U zei, ik ben eigen baas? Nou ja, ik ben op mijn 21ste de deur uitgezet. Net als mijn zus die 1 jaar ouder is. Mijn vader was net overleden in mijn armen. En mijn moeder stond er alleen voor. Mijn moeder die heeft ons voor de keus gezet toen ik 20 was en mijn zus, toen mijn zus bijna 21 was. Toen zei mijn moeder, als jullie zo brutaal blijven en zo ondankbaar tegen mama, dan is het prima. Dan is het allebei de deur uit op je 21ste, dan kom je er wel achter hoe het werkelijk werkt. Nou, mag ik heel eerlijk zeggen dat ik ook een keer dat ik toen 9 maanden mijn moeder niet wilde zien. Ondanks dat oudere mensen zeiden, ze heeft wel je luiers verschoond. Dat zei me toen niks. Ja. Maar ik heb toch maar geluisterd naar oudere mensen. En die mij opvingen. En het ging niet zo makkelijk in het begin. Maar mijn moeder, ik heb toevallig iemand, die is mijn roadie. Stef Maree, al jaren. En die ziet wel eens dingen. En dan zegt hij, Eus, dat is een heel lief meisje hoor. En dan denk ik, hoe kom je daar nou bij? Maar hij zei over mijn moeder, je hebt zo'n lieve moeder, het is zo'n schatje. Ik denk, waar heb je het over joh? Dat mens is helemaal niet lief. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik dacht altijd dat ik altijd gelijk had. Maar ik ben nu 57, word bijna 58, ik scheel 30 jaar met mijn moeder. Nee, ik heb niet altijd gelijk gehad, mevrouw. Ik ga er ook vanuit dat ik misschien zelfs vandaag misschien nog iets verkeerd heb gezien. Maar goed, laat ik het zo zeggen. Mijn moeder heeft een moeilijke stap genomen om haar kinderen zo dat te zeggen. Maar ik weet, mijn moeder heeft me later uitgelegd dat ze dat overlegd had met haar huisarts en met een psycholoog. Dus... maar mijn moeder heeft nog altijd haar eigen huis. Ze heeft al haar eigen geld nog. Op dit moment wordt ze helaas beïnvloed door mijn zus. En gaat het wederom weer slecht met mijn moeder. Maar goed, als ik weer kan lopen, dan ga ik in ieder geval mijn gezicht weer laten zien. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja. En ik vind het ook belangrijk, ondanks dat ik het niet eens ben met mijn zus, dat mijn moeder ook haar dochter ziet en dat... Elle en ik ook gewoon normaal contact hebben. Ik ben het dus niet eens met Elle. Ik vind haar gemeen. Ik begrijp haar gemeenheid ook wel. Ja, als je de deur uit wordt gezet, dan wil je je moeder wel even laten voelen wat het is om eens een keer krap te zitten. Ik begrijp dat verneinigen. Maar ik ben zelf niet zo... Ik ben een keiharde man. Maar als het gaat om pijn, maar niet om andere mensen. Zoals mensen nou... doodgaan, dat huil ik om. Dat meen ik serieus. Dat mensen nu mij gaan helpen, daar heb ik ook om moeten huilen. Dan denk ik bij mezelf, maar die mensen hebben zelf minder dan ik. Weet je wel? Ja. En dan gaan ze me helpen. Dat is toch belachelijk? Maar goed, ik heb gezegd, ik geef het terug, maar dat willen ze dus helaas niet. Mijn buurvrouw die heeft die boodschappen neergezet en ik wilde haar bankrekening. Ze zegt, nee, dat accepteer ik niet, want jij had hetzelfde gedaan voor mij. Maar als ik een bankrekening heb, kan ik het niet teruggeven. Ja, ik kan het in een envelop, maar ik zal het nooit vergeten. Maar ik heb eigenlijk alleen maar mensen geholpen. Dat heb ik geleerd van mijn moeder en mijn vader. En dat deed mijn vader, mijn moeder en mijn zus ook. Maar ik heb heus wel eens hulp nodig gehad, mevrouw. Maar deze situatie is voor mij wel nieuw. Dat ik niet bij mijn geld kan. En dat mensen dan even mij uit de brand helpen met een boodschap doen gratis. Maar ook dat ik nou koffiemelk krijg. En wat u nou dan aanbiedt. Ja. Dat is echt nieuw voor mij. Nou, ik hoop dat u hierdoor weer een beetje gelooft in de mensheid. Ja, dat was ik al gelukkig. Het gaat niet altijd goed. Nee, dat heb ik. Sorry dat ik u onderbreek. Sorry. Nee, dat geeft niet hoor. Het is lang niet altijd goed. Dat zeg ik heel eerlijk. Het is echt keihard. Hoe mensen tegenwoordig zijn, maar dit is gewoon iets wat ik kan doen. En ik hoop dat u het vertrouwen terugkrijgt. En ik weet niet of u
Nou, dat is een beetje stom, maar ik adviseer het aan iedereen. Ik weet niet of u Netflix heeft. Nee, nog niet. Is dat duur? Het is volgens mij €9,99 of €10,99 per maand. Nee, dat meent u niet. En meestal is de eerste maand gratis. Oh, echt? Ja, oké. Ja, maar ik zal het wel even op een briefje schrijven. Want ik zou dan heel graag... Ik denk dat het voor u heel goed is als u... Nou viel u even tijdelijk weg. Ik hoorde... ik hoorde de laatste 5 seconden even niet. Een documentaire genaamd The Secret... heeft mij heel erg geholpen. Dus als u toch eigenlijk een beetje het vertrouwen in het positieve kwijt bent, zou ik u dat wel echt adviseren. En het heeft mij heel veel geholpen. Maar ik zal het straks ook een briefje schrijven. Ja, graag. En dan doe ik het voor u bij het bakje eten. En ik heb helaas niet heel veel boodschappen in huis, puur omdat ik ook ik moet vanuit huis werken nu, dus ik kan helaas niet echt iets Nee, u bent ook natuurlijk met uw handen gebonden aan de wet en de regelgeving. Dat begrijp ik. Ja. En ik ben blij dat u dat doet. Ja. Ja, dat is het enige wat ik kan doen. Dat is juist het belangrijkste. Ouders. Ja, dat is het belangrijkste. Want daarom zie ik mijn moeder nu ook niet. Omwille van de overheid is niet dom. En die heeft mij overtuigd dat ik beter kan luisteren. Dus dat doe ik dan ook. Ja. Ja, dat is heel goed. Want het is heel moeilijk, maar het is wel het beste wat u kan doen. Ja, toch? Zou ik uw adres mogen... Ja, natuurlijk, mevrouw. Dat is... heeft u een pen? Ja, heb ik. Het begint met de F van Ferdinand. Valkland. Ja? Valkland Dreef. Ja. Nummer 78. Valk. Ja, Valkland Dreef 78 in Utrecht. Utrecht. Overvecht, Noord, naast het politiebureau. Overvecht naast de politiebureau. Ja. En Valkland Dreef 78. 78, ja. En ik woon op de 7e verdieping. En de buurvrouw had het ook bij mij gewoon op de deurmat gelegd. Ik had de deur open. Ja. Want ik had begrepen dat we beter afstand kunnen houden. En dat heeft de buurvrouw in zichzelf gedaan, hoor. Paar vrijwilligers deden dat ook. Die bleven gewoon... Ja, maar dat zal ik ook doen, hoor. Zeker weten. Ik bedoel, het is niet... ik vind het gewoon prettig om te doen. Dus, en verder... ik wens u al het goed. En ik zal u even een berichtje sturen als ik daar ben. Zodat u weet dat u in ieder geval niet buiten blijft. Oh ja, u heeft mijn telefoonnummer. Welk nummer heeft u nou gebeld? Oh, mijn mobiel, toch? Ja. Mobiel. Ja, nee, dat is goed. Of ik weet niet of ik kan aanbellen. Of ja, ik ben gewoon... ik ga zo dadelijk gewoon muziek maken. En dat is het enige wat mij rustig maakt. En daar kan ik soms ook andere mensen een enkeling wel eens mee verblijden. Maar in ieder geval... Ik zal wel gaan slapen. Maar dan praten we toch wel over als het tegen 12 is. Soms wel later. Ja. Maar ik doe als het midden in de nacht zijn. Het is alleen nog voorgekomen. Één artiest uit Florida. Die mij per ongeluk te vroeg belde. Ik sliep nog. Maar in ieder geval. Die doet dat niet meer. Maar in ieder geval. Maar ik vind het juist wel leuk. Maar ik ben daarna wel even nog in slaap gevallen. Dus. Ah, nee, dat komt helemaal goed, meneer. Het zal niet te laat worden. En bedankt dat u even... Ja, en mag ik u nog even wat zeggen of kan dat niet? Ja, dat zeker weten. Mijn beroep is dus impresario. Ik ben hoogbegaafd maestro-pianist. Ik heb een bedrijfsschool opgericht in 1990. En in Overvecht heb ik al meerdere kinderen les mogen geven... waarvan de ouders het geld niet hadden dat ze konden deelnemen aan muzieklessen. En de laatste was een meisje van 9 jaar. Toen werd ik gebeld door het buurtteamcentrum of zij bij mij op les kon. En dan zou dat betaald worden door het jeugdfonds. En daar ben ik nou ook intermediair voor. Dus mocht u toevallig mensen tegenkomen, als wij straks wel weer van de regering elkaar mogen zien, dan ben ik de eerste die... op die manier wil ik in ieder geval
Ik heb al besloten dat ik mijn spullen dus niet ga verkopen. Ik moet dat dus wel eventjes... Heel fijn. Ja, want ja, ik had het niet verwacht. Sorry. Heel goed, het is u gegund. Dat meen ik echt van harte. Sorry, ik had het niet verwacht nog dat ik vandaag zou koffie drinken of zo. En er is geld genoeg, dat zal ik maar niet uitleggen, maar dat is het probleem niet. Ik kan er alleen niet bij. En iedereen die mij tot nu toe geholpen heeft, hoop ik dat ik daar ooit wat voor terug zou kunnen doen. Ik ben niet een alleskunner, ik ben alleen maar specialist in de muziek. En dat is ook waar ik me elke dag mee bezig hou, ook al ben ik ziek. Dus ja, ik hoop dat u ooit een keer hoort dat ik iemand heb kunnen helpen met wat ik kan. Maar ik kan ook boodschappen doen voor mensen. Dat ga ik ook, dat heb ik al gedaan en dat ga ik ook doen, hè, straks. Ga ik ook aanbieden. Ja, heel goed. Ja, natuurlijk moet je maar ook... Ik zou eerst aan uzelf denken voor nu. Ja, oké. Ja. Het is heel... ik denk ook altijd aan anderen en dat heb ik altijd gedaan ten koste van mezelf. Oh. En uiteindelijk heb ik mezelf op nummer 1 gezet en het gaat nu veel beter met me. Echt? En als ik nu... Ja, en als ik u... En dat betekent niet dat, er is een verschil tussen aan jezelf denken en egoïstisch en arrogant worden. Dus dat is wel heel moeilijk. Maar dat heb ik inderdaad. Wel met vallen en opstaan gehad. Ja? Dus u bent niet arrogant uiteindelijk geworden. En u bent ook niet iemand geworden die zegt, ik help niet. Klopt. Echt? Want ik... Nou, op dat punt stond ik vandaag dus, hè? Serieus. Ja, maar dat snap ik. Ja, maar nee, dat maar... is ook de uitdaging, denk ik, van het leven. Ja, maar daar ben ik van teruggekomen, want ja. ik ben gewoon geschrokken van dat er altijd nog mensen zijn die ik niet... Dat had ik dus niet verwacht. Dat zijn mensen die ik niet ken. Ja. En die doen hetzelfde als wat mijn moeder voor mij zou willen doen. Alleen die kan nu niks. En er zijn nog een paar mensen hoor, die echt niks kunnen doen. Die willen wel, maar die kunnen niks. Ja, dan houdt het op. En dan moeten ze niet forceren. Dan ga ik ook niet, probeer ik ook hun gerust te stellen van... Je hebt genoeg aangeboden, meer kan niet. Dus mijn moeder die wil met geld helpen. Maar ze kan nu niet, ze weet niet hoe ze het hier moet krijgen. Dat is zij niet de enige. Er zijn nog meer mensen met centjes die anderen willen helpen en kunnen dat niet. He, omdat we hebben nou eenmaal te maken met dat we elkaar niet dood moeten maken en we moeten elkaar niet gaan opzoeken. Klopt. Dus dat probleem denk ik dat ik één van de velen ben. En ik heb al genoeg reacties gelezen, waardoor ik dacht, ik heb er helemaal niet aan gedacht dat ik niet de enige ben natuurlijk in deze situatie. Dus ja, toen begon ik... En ik zal u vertellen, ik ben ZZP'er en ik heb te horen gekregen dat mijn opdracht per 30/6 niet verlengd wordt en dat ik niet als ZZP'er door mag. Oh nee. Dat is heel zuur, maar het is een nieuwe uitdaging. Ja, dit is echt een ramp hoor. Kijk, ik kan alleen maar wat voor artiesten doen. Ja. En voor mensen die dus het in de vingers hebben om met mensen om te gaan en die kunnen mensen overtuigen. Ik heb een hele grote verkooporganisatie in de wereld van 40.000 artiesten, waarvan sommigen niet meer artiest willen zijn. Dus die gaan niet meer optreden. Die gaan alleen nog maar andere artiesten hun agenda, hoe zeg je dat, en hun financiële administratie doen. Dus dat doe ik ook al jaren. Maar ik blijf nog steeds optreden. Alleen ik denk, ik verkoop mijn spullen en dan zie ik daarna wel. Maar dat ga ik niet doen, want ik heb al zoveel... Nee, ja, er zijn zoveel mensen die wel muziek maken en ook niet muziek maken, die zeggen, doe dat nou niet, joh. Wacht nou even. Dus ik denk, ja... Makkelijk praten, maar... Nou... Ja, maar het is emotie die je erover... Ja. Dus dat is niet raar, maar ik ben blij dat u daar van terug bent gekomen. En nou, mijn vriend die is inmiddels thuis, dus ik ga even snel... Ja, tuurlijk. Ja, nee, ja. Ik ben een kletskous. Ik ben een kletskous. Maar dat is geen probleem, hoor. Dat is echt geen probleem. Fijn u in ieder geval even gesproken te hebben. Mag ik u danken dat u zo moedig bent geweest om mij te bellen? Want daar had ik ook niet verwacht. Nee, echt niet. Nee. Ja, ik dacht, probeer het gewoon. Ja, leuk zeg. Dat ik jou kan krijgen. Nou, u bent een echte ZZP'er. Dat weet ik wel zeker. Dank u wel. Nou, mijn vader is uit 61 en mama is uit 63. En mijn schoonvader die is...
Vorig jaar 60 geworden. En, nog jong allemaal, hè? Ja. Want ik word 58, ik ben uit 1962, 22 september word ik. Dus ik ben een beetje van die leeftijd, van die mensen. Wat leuk. Ja, nou, u had geschreven, ik ben 57 en toen moest ik meteen aan mijn vader en aan mijn schoonvader denken. En ik dacht van, ik zou het heel erg vinden als mijn ouders in nood zouden zijn. Ja, tuurlijk. Dat iemand de moeite niet neemt om een bordje eten te brengen. Ja. Nou, dus, ik ben wel wakker geschud door iedereen, hoor. Want ik schaam me eigenlijk dood dat ik vergeten was dat ik een van de velen ben in de wereld. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat betekent niet dat uw verdriet minder is. Nee, dat niet. Maar goed, nu kan ik weer... Ik heb nou weer gelachen met mijn moeder, omdat mijn moeder moest lachen om mij. Die heeft een hele aparte vorm van humor. Ik zeg, God is onder de mensen, moest ze lachen. En toen zegt ze, hoezo dan? Maar goed, ik heb het uitgelegd. En ik meen het gewoon, maar ja, laat me lachen. Ik moet dan weer lachen om haar. Maar goed, zij kan hopelijk nu gewoon slapen, omdat ik gewoon eten en drinken heb. Dus. Ja, inderdaad. Maar ik was een beetje impulsief, denk ik, geweest met mijn bericht. Maar het heeft me wel wat opgeleverd. Alleen, ja, ik moet natuurlijk niet aan de gang blijven, want andere mensen hebben ook hulp nodig. Niet alleen ik natuurlijk. Ja. Ja. Nou, de groetjes aan uw vriend. En ook de groetjes aan uw ouders natuurlijk, mijn leeftijdsgenoten, zullen we zeggen. Dank u wel. Ja, u ook. En u krijgt straks een berichtje van mij. Ja, hartelijk dank alvast. Dank u wel. Geen dank. Ja hoor, dag mevrouw. Nou. Ik heb nou een bericht van 21 minuten en 50 seconden. Dat wordt 22 minuten. Zo lang bericht heb ik nog nooit op internet geplaatst. Ik ga kijken of dat gaat lukken. Het is wel een heel lang bericht. Einde bericht. Dank u wel.